Sjoerdas, wat een lekker debuut in zo'n wedstrijd tegen Emmen. Ja, je kunt slechter beginnen. Ja, dat dacht ik ook wel, want lag die bal er snel in. Ja, ik weet niet precies hoe snel, maar hij lag er vrij vlotje in. Ja, het was binnen een minuut, 15 seconden of zo. Heb je dat eerder meegemaakt? Nou, ik heb wel eens snel gescoord, maar zo snel is wel... Nee, zo snel nog niet. Nee, dat is dan gelijk een lekker begin zo tegen Emmen. Ja, jullie overklasten Emmen. Ja, dat denk ik wel. Vooral de eerste helft. Tweede helft vond ik ons wat slordiger op een gegeven moment. Ja, je moet ook wat eerder die 3-0 maken. En dan is het ook een gelopen race. Het is gewoon een fantastische spits. Ja, het was eigenlijk bij die 2-0 ook eigenlijk. Die had ook wel eerder kunnen vallen. Ja, nee, dat is ook. En als je ziet hoeveel kansen je de eerste en de tweede helft krijgt, dan moet je er wel meer dan 3 maken eigenlijk. Ja, maar goed, dan valt die 2-0. En dan is het eigenlijk uitspelen. En net wat je zegt, de eerste helft begon wat zwakjes. Ja, de tweede helft begon wat zwakjes inderdaad. De eerste helft begon wel aardig. Nee, ja, goed, het is net wat je, als ze op 2-1 komen, dan wordt het nog spannend. En ja, goed, daarom zeg ik, als je die 3-0 meteen maakt, en na rust kreeg volgens mij Danny Schreurs een grote kans. Als je die meteen maakt, dan gaan we in de kopjes hangen en dan speel je het, dan wordt het een veel grotere uitslag als 3-0. Ja, een paar grote kansen, maar dan mag jij nog even scoren, mag je de strafschop nog nemen. Ja, ja, het schijnt complex te zijn hier. En, ik heb de vorig jaar ook nog gemist, dus nee, dat is wel lekker dat je die ook even binnen schiet en dan is kat in het bakkie. Ja, en dan nog een publiekswissel. In de eerste officiële wedstrijd voor Zwolle. Ja, nou, dat is inderdaad wel lekker. En, goed, we doen het met z'n allen en iemand moet die doelpunten maken. Hè. Goed, gefeliciteerd en op naar de volgende wedstrijd en dan weer doelpunten. Ja, dankjewel. Hopelijk gaat dat wel gebeuren. Oké.